Ik ben Tamar Nijsten. Ik ben dermatoloog, werkzaam in het Erasmus MC en houd me ook veel bezig met patiënten met huidkanker. En daarnaast ben ik voorzitter van het Erasmus MC Kankerinstituut. Kanker komt bijzonder vaak voor. De getallen zijn nu ongeveer 115.000 mensen per jaar die worden gediagnosticeerd met een vorm van kanker. En kanker heeft gewoon een enorme impact op de patiënt, maar ook op zijn directe omgeving. Dat kan gaan van partners, kinderen, familieleden. Dus iedereen krijgt hier in zijn of haar leven wel in enige vorm mee te maken. En helaas sterven er ook nog altijd heel erg veel mensen aan de gevolgen van kanker. En als Erasmus MC Kankerinstituut stellen wij alles in het werk om zowel te proberen te voorkomen dat kanker ontstaat, dus aan de preventieve kant, maar ook om als dan eenmaal de diagnose is gesteld, de behandeling zo goed en zo optimaal mogelijk te laten verlopen. De essentie is samenwerking. Dus wij proberen alle betrokken specialismen die een rol hebben in de zorg voor patiënten met een bepaalde specifieke vorm van kanker bij elkaar te brengen en dan vervolgens te kijken of we de meest optimale behandeling kunnen aanbieden aan die patiënt. En een van de grote voordelen van het Erasmus MC Kankerinstituut is dat we heel nauw samenwerken met de wetenschappers. Dus dat betekent ook dat nieuwe inzichten, nieuwe ideeën eigenlijk heel snel naar de patiënt kunnen worden gebracht. Dus ik denk innovatie aan de ene kant en aan de andere kant samenwerking. En die samenwerking die gebeurt binnenshuis, binnen de muren van ons instituut, maar die gaat ook veel verder. We werken veel samen met de regio, dus met de omliggende ziekenhuizen. Maar je moet dat een beetje zien als een olievlek. Dat gaat ook op landelijk, maar ook buiten de landsgrenzen verder. Dus ik denk innovatie en samenwerking zijn de twee sleutelwoorden. Naast wetenschappelijk onderzoek is onderwijs echt een essentie van ons academisch ziekenhuis. En dat betekent dat we de kennis die we nu hebben, maar ook de toekomstige kennis zo goed mogelijk proberen over te dragen naar de bestaande artsen, maar ook naar de arts van de toekomst toe. Maar niet alleen de artsen, maar ook de verpleegkundigen en andere paramedici. En op die manier borgen we eigenlijk de kwaliteit, maar zorgen we ook dat die blijft groeien en toenemen naar de toekomst toe. We zijn natuurlijk een tertiair ziekenhuis of een academisch ziekenhuis zoals dat heet. Dus onze voornaamste doelgroep zijn patiënten met of hele complexe vormen van kanker of zeer zeldzame vormen. Of dat de patiënt bijzonder is. En elke patiënt is natuurlijk uniek, maar sommige patiënten hebben net iets meer zorg nodig dan anderen. Dus dat zijn drie groepen die typisch zijn voor een academisch ziekenhuis. Maar daarnaast proberen we onze expertise ook gewoon te verspreiden over het land, zodat eigenlijk de inzichten die we hier hebben gedeeld worden met de regio en daardoor beschikbaar zijn voor alle patiënten. Er zit veel nadruk op een multidisciplinair overleg. Daarbij worden patiënten inderdaad met veel verschillende medische specialismen besproken. Dat aantal kan variëren tussen de 5 en de 10. En dan vindt echt in huis samenwerking plaats, een uitwisseling van ideeën en inzichten. Vervolgens bieden we dat ook aan de patiënten in onze regio. Dat is zeg maar Zuidwest-Nederland, maar dat kan ook eigenlijk landelijk zijn. En op die manier werken we eigenlijk ook samen met collega's in de periferie. We werken heel erg veel samen achter de schermen, dus waarbij de artsen samenkomen, ideeën uitwisselen om de zorg voor de patiënt zo goed mogelijk te maken. Maar tegelijkertijd proberen we ook de patiënt daar actief bij te betrekken. Dus dat betekent dat we patiënten zullen informeren, vragen stellen. Ja, dat heet waardegedreven zorg. We proberen eigenlijk de beste resultaat voor elke individuele patiënt na te streven. En dat doen we samen met de patiënt in de spreekkamer. De patiënten die waar wij het voor allemaal voor doen. We zijn natuurlijk een academisch ziekenhuis. En dan richten we ons met name op patiënten met hele complexe vormen van kanker. Patiënten met hele zeldzame vormen van kanker. Of hele unieke patiënten. En elke patiënt is uniek, maar er zijn altijd patiënten die wat extra zorg, extra aandacht nodig hebben. En daarbij zijn we natuurlijk ook een soort van een klankbord voor de regio. En dat betekent voor artsen, maar ook voor patiënten staan we altijd open voor second opinions. Ja, dus wat we proberen is natuurlijk die nieuwste inzichten naar de patiënt te brengen. Maar tegelijkertijd hebben we ook wel een blik voor de bredere perceptie van de patiënt. En daar proberen we bijvoorbeeld te doen door nauw samen te werken met het familiehuis. Zodat het een comfortabel verblijf is voor de patiënt en de familie. Zodat die ook dichtbij kunnen blijven in de zorg rondom hun geliefde. En we hebben ook een heel mooi patiënteninformatiecentrum. Waarbij patiënten extra informatie kunnen opvragen rondom alle vragen rondom kanker.
En daarnaast is er nog een centrum voor jongvolwassenen met kanker, omdat die toch ook een hele eigen specifieke problemen hebben. En daar proberen we die mensen te informeren, de jonge volwassenen, maar ook om ze samen te brengen. Dus op die manier kaderen we eigenlijk de zorg ook in een breder bed in dan alleen maar het puur medisch inhoudelijke. De mooiste droom zou natuurlijk zijn dat kanker niet meer bestaat. Misschien is dat wat te hoog gegrepen, maar ik denk voor mij zou een reële droom zijn om te kijken of we huidkanker tot een chronische ziekte kunnen terugbrengen. Waarmee het nog altijd vreselijk is dat je die diagnose hebt gekregen, maar dat we een manier hebben gevonden om daarmee om te gaan. En patiënten toch op een hoogkwalitatieve manier verder te kunnen laten leven met of zonder hun kanker.